Ik ben Joke Schouwvliegen, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en dus ook Klimaat. Als minister van Klimaat ligt de klimaatproblematiek me uiteraard heel nauw aan het hart. Ik heb de afgelopen jaren een sterk beleidsdomeinoverschrijdend klimaatbeleid uitgebouwd, waarin ronde tafels hun meerwaarde reeds hebben aangetoond. De Vlaamse regering werkt al heel lang aan de correcte uitvoering en de versterking van het Vlaams klimaatbeleidsplan. Dat loopt van 2013 tot 2020. Ik zie een heel belangrijke link tussen klimaattransitie en de transitie naar de circulaire economie. Een nauwe samenwerking tussen beide transities zal een diepgaande impact hebben. Er is ook het beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat in opmaak is. Dat zal ook een doordachte ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken, zodanig dat we naar een CO2-arme inrichting van de open ruimte in Vlaanderen gaan. Onder andere ook in landbouw is al heel veel vooruitgang geboekt door drastisch terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De belangrijke afspraken van de conferentie van Parijs die moeten de komende jaren op Vlaams niveau vertaald worden. En dat moet dus concreet gestalte krijgen. Hoe zal dat gebeuren? Aan de ene kant korte termijn maatregelen, het beleid tot 2020 versterken, maar aan de andere kant ook een visievorming van hoe gaan we 2050, hoe gaan we daarmee om? En we zullen daar een tussentijds klimaatplan nemen, 2030, maar ook een visie ontwikkelen naar 2050. We gaan dat samen met alle betrokken geledingen van de maatschappij doen, want dat zal ervoor zorgen dat het al of niet slaagt. Ik wil ook het beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de praktijk brengen. En we zullen dus de ruimtelijke samenhang vergroten, meer ruimte voor water, voor natuur en open ruimte, om op die manier ook de ambitieuze doelstellingen van Parijs te vertalen in Vlaanderen. En natuurlijk blijf ik ook inzetten op klimaatvriendelijke landbouwpraktijken. En op die manier ook de kansen van landbouw vergroten, maar toch de uitstoot van CO2 verlagen. Wel, ik blijf natuurlijk als klimaatminister overleggen met alle ministers in de Vlaamse regering. En daarnaast zullen wij ook ronde tafels organiseren met de landbouwsector om te kijken welke bijkomende maatregelen wij kunnen nemen om minder CO2-uitstoot te realiseren.